In onze uitzending hebben we het regelmatig over gezondheid, over een mooie huid, over van alles. Maar soms klopt het niet en je komt er niet achter wat het is. Je kunt de vinger er niet achter krijgen. Denk aan eczeem of chronische vermoeidheid, spijsverteringsklachten, migraines. Er zijn heel veel klachten, pijnen. Hoe los je dat dan eigenlijk op? En dan kom je vaak bij de dokter en dan zegt de dokter, je moet er maar mee leren leven. Maar daar is Brenda het niet mee eens. Brenda, jullie hebben oplossingen voor mensen met dit soort chronische klachten die er altijd mee door het leven moeten gaan. Hoe los je zoiets op? Wij kijken naar de oorzaak. Heel veel mensen in het ziekenhuis kijken, ziekenhuizen, huisartsen, kijken naar symptoombestrijding. Dat is waarmee de klant komt. Hè? Ik heb pijn aan mijn knie of last van vermoeidheid. Ja, en daar geloven wij niet in de symptoombestrijding. Wij gaan echt kijken wat er aan de hand is met de mensen, wat er verstoord is in hun systeem. En daar gaan we naar zoeken en de oorzaak aanpakken. Ja, want als je een orgaan hebt wat overactief is, dan kan dat heel veel energie kosten, waardoor je vermoeid lijkt. Maar dan zit daar de oorzaak niet, het orgaan. Maar dat spoor je dus op. Hoe spoor je dat op dan? Wij gebruiken het apparaat dat heet Prognos. Dat doet meridiaandiagnostiek. Wij meten dus de meridianen, de energiestromen in het lichaam. Die zijn verbonden met emoties, met organen, met gebitselementen, met wervels, met spiergroepen. Alle meridianen staan in verbinding met allerlei onderdelen in het lichaam. En als daarin iets verstoord is, dan verstoort dus het hele systeem. En dat kunnen wij meten, wat er verstoord is, of dat iets te hard aan het werk is of iets te zacht aan het werk is. Nou, een hyperactief immuunsysteem bijvoorbeeld, hoe meet je zoiets? Wij meten dat met de Prognos en dan kunnen wij kijken wat de oorzaak daarvan is. Wij zien dat in de grafieken. En dan kunnen we kijken of dat komt door emoties, door trauma's, door bacteriën, virussen. Veel mensen onderschatten het gebit. Ja. Dan heb ik al eens gehoord, als je chronische gebitsklachten hebt, daar hoef je niet eens last van te hebben. Denk aan wortelkanaalbehandelingen die niet goed uitgevoerd zijn. Dan kan er een ontsteking achter zitten en dan kunnen mensen hart- en vaatziektes van krijgen. Hoe komt dat? Omdat de bacteriën die daarin zitten, als het dus niet goed schoongemaakt is, die gaan zich lekker vermeerderen, broeit lekker en die laten allerlei toxines maken die aan. En die gaan zich verspreiden door het lichaam in de bloedbaan en dat gaat van alles verstoren. Maar goed, dat kun je, zeg je, meten met de Prognos? Ja. En is dat gevalideerd? Wordt dat in ziekenhuizen gebruikt? Ja. Het wordt al in heel veel ziekenhuizen gebruikt, ook veel bij tandartsen inderdaad, in verband met al logisch, die gewitsproblemen. Het is reproduceerbaar en het klopt. En kun je nou ook je meting bevestigen? Ja, bijvoorbeeld jullie hadden vorige keer het onderwerp over de infraroodscreening. Daar werken wij ook veel mee. En heel vaak kun je een prognosmeting en een infraroodscreening kun je bijna over elkaar heen leggen. Je kunt echt heel veel dingen, je kunt het dus gewoon. Echt de oorzaak opsporen en dan de oorzaak behandelen en uiteindelijk verandert het symptoom vanzelf. Ja, als we de oorzaak opgespoord hebben, dan gaan we heel veel aan de slag met natuurlijke middelen. En als een mens een aantal keren bij ons zijn geweest en we hebben de metingen, die zie je dus ook veranderen, want je pakt een oorzaak aan. Vaak zijn er meerdere oorzaken, virussen en emoties of verschillende combinaties. En als we die één voor één aanpakken, dan knappen mensen enorm op. Mm-hmm. Oké, nou weten we vaak dat bij normale, reguliere medicijnen krijg je vaak bijvoorbeeld een pijnstiller. Bij jullie zal het traject ongetwijfeld langer drukken, want een pijnstiller onderdrukt weer een symptoom. Wat is je gemiddeld tijd voor resultaat? 3 tot 6 maanden en dan ben je wel een eind. En dat is dan één keer in de 4 tot 6 weken een meting. En dan kijken we hoe ver we zijn. Dus je kunt direct nameten of datgene wat je ingezet hebt correct is? Ja. Wilt u nou meer weten hoe Optima Health ook bij u de chronische klachten zou kunnen aanpakken? Kijk dan op rtl.nl/alivewithbeautiful.